Ik werk op de intensive care voor kinderen en daar kom je af en toe in situaties terecht waarvan ik heel goed, ja, ik zit er als professional, maar waarvan ik als ouder heel goed kan begrijpen dat je dan ineens wordt overdonderd door een bepaalde gebeurtenis en eigenlijk op een plek komt waar je als ouder niet terecht wil komen. We hebben natuurlijk bij uitstek een hele multiculturele samenleving en dat vind je dus hier ook terug in de bedden. Iedere patiënt heeft zijn eigen kijk op het leven. Dus zijn eigen vragen over wat is er na de dood, wat vind ik belangrijk in het leven, waar ben ik bang voor. De geestelijke verzorger kan naar mijn ervaring die mensen heel goed helpen. En dan maakt het niet uit of je niet gelovig bent of dat je wel gelovig bent. En het geestelijke stukje is gewoon zo belangrijk, het staat zo dicht met elkaar verbind. Als iemand zich geestelijk beter voelt, dan zie je dat ze ook een beetje herstellen. Naar mijn idee bespreken zij onderwerpen met patiënten die we als verpleegkundigen, als artsen, als maatschappelijk werkers niet bespreken. En dat zijn dan dingen over zingeving, over hun geloof, over het waarom in een ziekenhuis liggen, waarom iets iemand overkomt. Ik noem het altijd de driehoek ouder, kind, dokter. En vaak is het fijn om iemand te hebben die juist even uit die ring, uit een heel andere invalshoek, met je kan praten over van alles en nog wat.